hadden nu de gelegenheid om in deze oude toren te komen. En dat was natuurlijk is een unieke plaats. Mooie historische plek. En zo'n klant moet je niet voorbij laten gaan. Er komen hier vrij veel piloten die dus wel piloot zijn, brevet hebben, maar geen baan. Dus die moeten echt hun uren maken om hun procedures te trainen. Er komen hier veel particulieren en daar zitten ook vaak jongetjes van 13, 14 bij. En als je ziet hoe die af en toe zonder enige moeite die kist op de grond zetten, dan denk je, nou, die is een geboren piloot. Nou, eigenlijk kwam het voort uit dat ik vliegangst had. En ik vind alles wat met vliegtuigen te maken heeft wel interessant. Maar ja, en nou zit je een keertje, in plaats van in achterin, zit je een keertje aan de knuppel. Dus dat helpt daar toch ook wel bij. Nee, we gaan landen op de Buitenveldertbaan. Baan 2-7, die kennen jullie waarschijnlijk ook wel van de McDonald's. Hoe vond je het? Ja, gaaf. Ja, dat is heel realistisch.